een training of wedstrijd kunnen we altijd nog eventjes behandelen bij onze fysio. Dus ik ga nu eventjes kijken of ik al aan de beurt ben en of ik eventjes met mijn voetje in de ijsmachine kan voor goede herstel. Hij is er! Ja. Hallo. Hij zit vol. Dit is onze fysio. Hallo, ik zat net al voor de deur aan het wachten. Echt? Wat vind je van mijn kuitenrink? Hij is helemaal afgetraind. En goed geschoren. Oh, je hebt net gezien hè, hoe hoog ze springen, dus lekker in shape. Dan gaan we weer herstellen en dan gaan we weer behandelen en dan morgen weer de volgende wedstrijd. Van jongs af aan nou, was ze er altijd nog bij. Toen is die van Barend en van Dorp, die vrouw, die twee, die hebben we al een jeugdprogramma van haar gemaakt. Ik ben vandaag bij de Open Club Kampioenschap Volleybal en ik volg de meisjes C van Wiebersdorp. Ik denk dat dit wel het belangrijkste volleybal-evenement voor onze leeftijd is. Want je kijkt er het hele jaar al naar uit. Jullie doen ook allemaal dingetjes steeds, hè? Met na ieder punt roepen en schreeuwen. Wat doen jullie dan? Nou, we hebben, als er steeds wat gebeurt, doen we weer wat. Bijvoorbeeld als iemand blokt, dan zien we hoe het zo. En waarom doe je dat steeds, dat zingen en roepen? Nou, dan lijk je die tegenstander een beetje af. En dat scheurt zich goed. Ja? Ja. Team zit heel goed. We zitten vooral met de meiden die nu veel spelen. Ze zitten al een hele lange tijd bij elkaar. Het is hier zo gezellig ontbijten met die meiden. In het veld hebben we heel veel plezier. Ik hoop dat we dat ook een beetje uitstralen. En ook buiten het veld. Iedereen kan goed met elkaar opschieten. En wij hebben ook echt een team dat iedereen die kan zichzelf gewoon lekker zijn. En dat zijn we zonder straat zelf. Heb je een zware reis gehad? Dit is Jack. Jack voelt zich een big spender. Jack doet als een big spender. Jack leeft als een big spender. Ook al is Jack nog geen big spender. Daarom doet hij mee met Eurojackpot. In iedereen zit een big spender. Speel ook mee en maak nu kans op de extra prijs. Een black card van 10.000 euro. Hij vertelde dat hij zich had gewerkt in het zweet. Een energieke speelster. Hoop energie en altijd plezier maken in het spel. Dat hoort wel bij Laura. In Nederland, denk ik. Nee. Echt niet. Dat is echt bizar. Nou, we lopen nu naar de bus toe en hopelijk dat daar mijn familie nog lekker eten. Ja, daarna gaan we lekker eten.